Vorig jaar heeft Revit de Revit Enterprise op de markt gebracht. En dat was een instap waterdichte motorjas voor een hele betaalbare prijs. En wat Revit dit jaar heeft gedaan, is ze hebben de Revit Lucid uitgebracht. En dat is eigenlijk een vergelijkbare jas, alleen een iets korter model, waardoor die wat sportiever oogt. Dus ook voor de motorrijders die willen starten, die beginnen met motorrijden of die aan het lessen zijn, heeft Revit nu een wat sportievere jas in een heel interessant prijspunt. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Lucid, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. Waar de Revit Enterprise voor de wat serieuzere tourrijders is, is de Lucid wat meer voor de sportievere motorrijders. Wel nog steeds richting een toursegment, dus een sporttourmotor, een wat stoerdere naked bike, kan deze jas heel erg goed op. Voor de mensen die de Revit collectie goed kennen, zullen ook zien dat deze jas eigenlijk gemaakt is op basis van de Airwave. Dat is de korte zomerse doorwaaijas. En die hebben ze dan gemaakt van een volledig water- en winddicht materiaal. Er zit ook een membraan in wat ervoor zorgt dat er geen water door de buitenkant in kan, maar dat je vocht en je transpiratie wel vanuit de binnenkant de jas kan verlaten. Daarnaast is hij ook nog voorzien van een uitneembare thermovoering die je straks zult zien. En dat maakt dat deze jas heel goed geschikt is voor mid-season gebruik. Maar ook in de zomer met de voering eruit kun je prima met deze jas rijden. Hij is gemaakt van een slijtvast 600D polyester en daarnaast nog voorzien van een ripstopmateriaal op de kritieke zones, wat ervoor zorgt dat hij, als je onderuit gaat op de plaats waar je 9 van de 10 keer op terechtkomt, nog extra veilig is en extra slijtvast. Naast de belangrijke slijtvaste stof is die ook op de schouders en op de ellebogen voorzien van NOx protectoren. Deze zijn CE level 1 gekeurd en zorgen ervoor dat je helemaal goed beveiligd bent. Wil je nog een upgrade doen aan deze jas, dan heb je de mogelijkheid om een rugprotector toe te voegen. Er zit aan de binnenkant een klittenbandstrook, staat heel netjes op welke rugprotector erin moet. En dan kun je er één keer insteken, heb je nooit meer omkijken naar en voel je bijna niet zitten. Dat zorgt ervoor dat je dus een CE level 2 gekeurde rugprotector standaard in de jas hebt. Hele goede upgrade. We zien aan de achterkant dat hij wat langer is, hierdoor kun je hem met heel veel soorten broeken dragen. Wij hebben hem hier gecombineerd met een motorjeans, een hele stoere, wat meer casual outfit die je snel aantrekt, korte stukjes rijden. Maar wil je met deze jas op en neer naar je werk door weer en wind, kun je deze jas bijvoorbeeld ook combineren met een Revit Enterprise broek of een Revit Factor 3 broek. Dan zien we aan de zijkant dat we ook nog een stelmogelijkheid hebben, dus we kunnen hem hier dus strakker trekken waardoor hij mooi aansluit aan de broek en je dus prima op alle broeken kan combineren. Op de rug zag je net ook dat de jas is voorzien van reflectie, een klein reflecterend logo. En ook op de voorkant zien we verschillende reflecterende details die ervoor zorgen dat je wat zichtbaarder bent als het wat slechter of donkerder weer wordt. Een grote steekzakken aan de zijkant, zodat je makkelijk bij je belangrijkste spullen kan. En we zien hier twee lusjes die gemaakt zijn voor het Revit Vision Vest. Dat is een veiligheidsvestje in fluorgeel die je gemakkelijk kan integreren op de jas. En dat ervoor zorgt dat je nog meer zichtbaar bent als je bijvoorbeeld met deze jas in de winter of in de rondte de herfst zou willen rijden. Achter de bovenste knoop zien we dat we de kraag wat kunnen stellen en zien we een klittenbandrits of een klittenbandstrook en daarachter een watergoot. Zorgt ervoor dat het grootste gedeelte wat langs de flap komt wordt opgevangen door de watergoot, zodat het niet door de rits naar binnen kan. Dan zien we aan de binnenkant de uitneembare voering. Gemakkelijk uitneembaar, loopt helemaal door tot onderaan de armen en zorgt ervoor dus voor dat je ook onder de 15 à 10 graden nog prima met deze jas kunt rijden. We zien ook verschillende zakjes, dus je kunt eigenlijk alles meenemen, heel functioneel. Dus kortom, een hele complete jas voor een zeer betaalbare prijs. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt van de Revit Lucid een maat L. Je ziet dat hij redelijk mooi aansluit, voering kan erin, hij zou er eventueel nog een dun truitje onderaan kunnen, dus het zou voor Justin de perfecte maat zijn. Haalt hij de voering eruit, dan stel je hem op de mouwen en om de middel en dan zit hij strak en kan hij dus ook niet gaan wapperen. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV. Bedankt voor het kijken.